en laat rechterspits Schreuder buiten de basis. De twee aanvallers zijn Bombarda en Sion. Louis van Gaal houdt met de samenstelling van zijn elftal al rekening met Bayern München woensdag. Rijkaard en Liedmanen, twee belangrijke troefkaarten, worden pas dan uitgespeeld. Kluivert speelt nu met 10 op de positie van Liedmanen. Frank de Boer is centrale verdediger en Bogarde staat linksback. Overmars. Alle aanvallen van Ajax. In het begin lopen tot nu toe via links. Finidi heeft nog geen bal geraakt. Seedorf. Blind. Kluivert gaat diep. Blind kiest voor Bogarde. Het is de 5e minuut van de wedstrijd in het bomvolle Oosterpark. Maar de zon schijnt en maakt het jonge duel van Bogarde wint. Goré Bombarda wegstuurt. Goré bijsluit bij de twee spitsen. En het eerste schot ook van de wedstrijd van Dean Goré. Op aangeven van Bombarda. Koeman met de diepe trap richting Sion. Die goed in vorm is de laatste weken. Binnendoor wil bij Reiziger. Die glijdt uit en herstelt zich dan toch nog. De eerste corner van de wedstrijd, Erwin Koeman. Weggekoopt door de Boer. Gal. Boudestein. Koeman. Bombarda kaatst op Boudestein, dat is goed. Goed verdedigd door Frank de Boer. Overmars. Seedorf. Overmars. Heeft al een paar lekkere duels met Boekweg uitgevochten. Boekweg krijgt hulp van Maarten de Jong. Maar Overmars is sneller. En Gal komt bijna in eigen doel. Met Canoe in zijn rug. Spectaculaire momenten al bij het begin van deze wedstrijd. Gal die bijna een eigen doel komt. Blind. Het is even wennen bij Ajax. Dat normaal altijd via links, via Frank de Boer, het spel opendraait. Kluivert legt de bal klaar voor Seedorf. En het eindigt bij Lodewijks. Veenhof. Niemandsland. Bogarde, die heeft veel vrijheid, heeft niet direct een tegenstander. Dat is dus moeilijk voetballen voor hem. Frank de Boer. Boudestein. Seedorf reageert het best. Finidi, die ver van de zijlijn afspeelt. Goeie actie. Goed op Kluivert gespeeld ook. En die heeft de eerste goal op de schoen en hij scoort. Patrick Kluivert, spelend dus vandaag als schaduwspits, brengt zijn totaal op 17 van dit seizoen. Goeie opening natuurlijk ook van Finidi. Kluivert die goed achter zijn man vandaan komt en heel makkelijk scoort, dat kan hij. Veenhof levert in bij Seedorf. Ronald de Boer, Finidi, Berens. Goré. Opent op de rechterkant op de Jong. Goeie bal op Bombarda. Controle. Blind weet dat hij links schiet. Want rechts is hij niet zo goed. Hoewel dit weinig scheelt. Frank de Boer. Die een hele vrije rol heeft. Omdat Ajax in principe aan twee mandekkers achterin genoeg heeft. En dat zijn Bogarde en Reiziger. De overtreding van Berens tegen Kluivert. Woensdag zal Ajax dit belangrijke wapen missen, de vrije trappen van Frank de Boer. Maar vandaag tegen Groningen zijn ze er nog. De spanning bij de muur, want bij Groningen kennen ze natuurlijk ook de specialiteit van Frank de Boer. Kijk eens, wat een schoonheid! Het is zijn 8e goal van dit seizoen. 18 karaats goud, een 10 met een griffel. Fantastisch in één woord. Wat een curve. Een driebandbiljarter zou hier jaloers op zijn. Frank de Boer in zijn specialiteit. Nogmaals, woensdag zal Ajax hem missen. 0-2. Seedorf. Kluivert. Ronald de Boer. Finidi. Nee. Koeman.
Blind, Reiziger, Sion, een mogelijkheid. En hij lift de bal over de deklat. Er zijn wat vervelende Ajax-supporters, vandaar dat voorzitter Michael van Praag en veiligheidsman Gerard Holzheimer daar naartoe zijn gegaan om de supporters terug te praten op hun positie. Bogarde goed teruglegt die bal. De Boer, Kluivert, de ruimte is heel klein, maar Kluivert heeft er voldoende aan en scoort zijn tweede en bewijst zijn klasse in die kleine ruimte als kooltjesdief. Goede actie natuurlijk ook van Bogarde, die die bal prachtig teruglegt. En dan een combinatie in de kleine ruimte, afgemaakt door Kluivert, zijn tweede van vanmiddag. 0-3, 5 minuten voor rust. Blind zoekt Kluivert. Berends wint, maar het kost hem wel een corner. De eerste hoekschop in de tweede helft, getrapt door Fini Di George met rechts van de linkerkant. Herkansing voor Fini Di. Lodewijks met één vuist. Overmars. En zo zet Ajax direct Groningen weer onder druk. Andermaal Fini Di. Weggekopt Berends en het schot van Overmars. Blind. Overmars met één speler, Kanu. Overmars, geen buitenspel. Boekweg. Overmars. Goed gespeeld daar. En nuttig verdedigd ook door Ebbingen. Met Fini Di in de rug. Hij gaat door, weer Overmars. Die Boekweg helemaal dol speelt. Hens zegt Kluivert, Temming wil van niks weten. Seedorf. Frank de Boer. Blind. Kanu. Blind. Frank de Boer. Overmars. Frank de Boer duikt het gat in. Lodewijk ziet het. Kanu. Seedorf. Kanu. Overmars. Weer Boekweg uitgespeeld, die veel te gretig is, veel te snel hapt. En Overmars is in vorm. Maar hij legt de ballen niet goed terug. Seedorf. Achter Koeman lang spelen op Frank de Boer. Zou het beste zijn. Seedorf besluit op deze bal. Die is ook niet verkeerd op Fini Di. Ronald de Boer. Boudestein, corner. Dik 10 minuten gespeeld alweer in de tweede helft. De hoekschop van Overmars. Daar is Kanu. En daar is ook Ebbingen. Weer corner. Snel genomen deze corner op Seedorf. Het scheelt maar een meter, denk ik. Deze poeier van Seedorf. Davids. Met een heel merkwaardige bril op. Dat moet omdat hij aan zijn oog is geopereerd. Maar hij valt dus veel sneller in dan velen hadden gedacht. Fini Di en Ronald de Boer mogen zich voorbereiden op de Europacup kraker tegen Bayern München. Peter van Vossen met het manchet aan zijn hand. En Edgar Davids dus met die bril op. Zij zijn de vervangers. Overtreding van Bogarde, vindt Temming. Vrije trap derhalve voor Groningen die snel genomen wordt op Sion. De Jong. En de eerste balcontact voor Dick Schreuder. Tegen de hand van Davids aan. Herkansing voor Schreuder. Boekweg.
Bombarda. Met Bogarde. Dat is een goede bal op Boekweg. Berends. Kluivert. Sion. En het schot van Goré is doeltreffend. En het is 1-3. Een moment van onachtzaamheid in de verdediging van Ajax. Dat dacht, ons kan niets meer gebeuren. Maar dat kan dus blijkbaar toch. Sion zet goed zijn lichaam erin. En Goré haalt doeltreffend uit. Het is zijn tweede goal sinds hij het shirt van Feyenoord verruilde voor dat van Groningen. 1-3 in de 18e minuut van de tweede helft. Frank de Boer. Goré. Vastgepakt door Frank de Boer, maar Goré gaat door en stuurt Sion weg. Van der Sar. Davids. De Boer. Van Vossen. Hij kan de wedstrijd beslissen als hij al niet beslist was. Hij kiest voor Overmars en die doet het dan. 1-4. En hij is blij. Maar hij scoort niet zo vaak, Mark Overmars. Van Vossen, gretig als altijd. Vastgepakt nog wel, is niet zelfzuchtig. Laat Overmars scoren. 1-4 na 21 minuten. Bombarda. Goré. Blind. De bal blijft binnen, Goré. Bal is buiten, ingooi Ajax. Van der Sar maakt een geweldige fout en laat Sion scoren. Een fout die je zelden ziet op dit niveau. En zeker niet van Van der Sar. Die flink staat te balen natuurlijk. Hij gooit de bal zomaar tegen de rug van Sion. Die even schrikt en dan denkt, laat ik hem maar intrappen. En zo is het toch nog weer even leuk. Niet voor hem, voor Edwin van der Sar. Maar voor de Groningen spelers en de aanhang wel. En is het dus 2-4. Koeman. Bogarde gewoon terug naar Van der Sar. Die stoïcijns blijft. Na zijn blunder. En het gillende fluitconcert. Bogarde. Kanu. Zijn vorm baart Louis van Gaal, denk ik, wat zorgen. Seedorf. Kluivert. Die heel goed en heel scherp is. En misschien wel een basisplaats krijgt. Woensdag. Blind. Scoort niet. Een dot van een kans. En wordt getroost door Lodewijks. Overmars. Seedorf. De Boer. Van Vossen. Is Boekweg kwijt. En is Schreuder kwijt. En legt de bal klaar voor Kluivert.